eerste stap in mindfulness training is altijd onderbreken waar je mee bezig bent. Stoppen. Daarom wil ik je uitnodigen om comfortabel te gaan liggen. Je kan gaan liggen op een matje, op je bed, op de bank. En kijk of je het jezelf kan gunnen om alles wat je meedraagt voor de duur van deze oefening even naast je neer te zetten. En voor de duur van deze oefening niet iets te doen, maar te zijn. Niet iets te dragen, maar ruimte te maken om zelf gedragen te worden. Het is even jouw beurt om gedragen te worden, om je te laten dragen. En te zijn, zonder te doen. Het is niet omdat je stopt met waar je bezig was en komt liggen, dat de hele maalstroom rond jou en binnen jou ook meteen ophoudt. Maar wat ik je wil toe uitnodigen is van er niet meer toe bij te dragen en die hele maalstroom te laten draaien, te laten stromen. En gewoon met een milde, open aandacht, alert, aanwezig te zijn in dit ogenblik. En te zijn. Zonder te doen. Nu wil ik je uitnodigen om vervolgens je aandacht te brengen bij je ademhaling. Te voelen hoe je inademt, te voelen hoe je uitademt. Te voelen hoe bij iedere inademing je buik vanzelf naar boven komt. Bij iedere uitademing je buik weer naar beneden gaat. Het is niet een ademhalingsoefening. Dus je hoeft niks aan je ademhaling te veranderen. Gewoon mild, open, niet oordelend merken hoe je ademhaling nu is. Misschien merk je dat je ademhaling regelmatig is. Het is even goed mogelijk dat je merkt dat ze heel onregelmatig is. Misschien merk je dat ze rustig is. Misschien merk je dat ze onrustig is. En zonder in te grijpen, zonder oordelen, zonder eisen, gewoon aandachtig erbij zijn. Het zien gebeuren. Misschien merk je dat je ademhaling vanzelf rustiger wordt als je er op deze manier met je aandacht bij bent. Het is even goed mogelijk dat je merkt dat je aandacht helemaal onrustig wordt als je er zo gaat opletten.
En de uitnodiging is om daar niet onmiddellijk iets mee te doen. Maar daar gewoon met een milde, open aandacht bij te blijven. Zonder in te grijpen. Zonder proberen iets te veranderen. Zonder dat er iets moet. Kijk maar wat er gebeurt, vanzelf. Dan wil ik je uitnodigen om bij de volgende inademing je aandacht te verplaatsen naar je linkervoet. Er is niet iets wat je zou moeten voelen. Er is alleen maar de open vraag: hoe voelt je voet nu? Het is zelfs mogelijk dat je daar helemaal niks voelt. En dan is dat hetgeen je daar nu voelt. En dan noteer je dat, dan merk je dat. Dan kan je vervolgens bij de volgende inademing je aandacht uitbreiden van je linkervoet naar je hele been. Even helemaal in je hele linkerbeen zitten. Ga er als het ware naartoe ademen. Adem erin. Wees even helemaal met je onverdeelde aandacht bij je linkerbeen. Zonder te oordelen, mild, zonder dat er iets moet. Gewoon merken hoe het daar is. Dan kan je bij een uitademing je linkerbeen ook weer loslaten, laten zijn. Dan kom je weer gewoon liggend, ademend, gedragen, simpelweg aanwezig in dit ogenblik. Je kan voelen hoe de golfslag van je ademhaling door je lichaam stroomt. Merk dat. Je hoeft daar niks voor te doen. Ademen is niet iets doen. Ook liggen is niet iets doen. Je kan gewoon zijn. Dan kan je bij de volgende inademing je aandacht verplaatsen naar je rechtervoet. Naar je rechtervoet toe ademen. En ook weer uitbreiden naar je hele rechterbeen. En even helemaal in je rechterbeen gaan zitten. In je rechterbeen voelen. Naar je rechterbeen toe ademen. Zonder er iets aan te veranderen. Gewoon aandachtig, niet oordelend, erbij zijn. En ook weer bij een uitademing je rechterbeen loslaten. Laten zijn. De volgende inademing. Breng je aandacht in je hele romp, je buik, je borstkas, je onderrug, je bovenrug. Heel die streek van je lichaam voelen. De beweging van de ademhaling erin voelen.
met een milde, niet oordelende, open aandacht er helemaal bij zijn. Om dan ook weer bij de volgende uitademing je romp los te laten, je aandacht los te laten zijn. Dan kan je bij de volgende inademing naar je beide armen toe. Beide armen tot in je beide schouders. Er even helemaal bij zijn. Erin ademen. Voelen. En ook weer bij een uitademing je beide armen te laten zijn, te laten liggen zoals ze nu liggen. En bij de volgende inademing met je aandacht naar je hoofd toe te gaan. Hoe voelt je hoofd op dit ogenblik? Ga even helemaal in je hoofd zitten. Is je hoofd zwaar of heb je een licht hoofd? Wat valt er te voelen in je hoofd? En wat er ook te voelen valt, met een milde, open aandacht erbij zijn. Werken, voelen, zonder oordeel. Dan kan je bij de volgende uitademing ook weer je hoofd loslaten met je aandacht. Laten liggen, laten zijn. En dan kom je weer hier, deze plek, liggen, gedragen, ademend, niet oordelend. Met een milde, open aandacht aanwezig. Kan gerust zo nog even blijven liggen. Om dan tenslotte, op het moment dat je daar zin voor hebt, weer contact te nemen met het vermogen van je lichaam om te bewegen. Je vingers, je tenen, je uit te rekken. Weer te komen zitten. En te beseffen dat niets je hoeft te beletten, om op elk moment van de dag, als je maar wil, heel even op deze manier terug met je lichaam contact te nemen en te voelen.